anders ernaast. Daar wil ik het graag even met je over hebben. Vorig jaar had je die plan al, ja, over een indoor speeltuin. Je moet het zelf met je vriend, ja, moet ik even spieken, hele tamboer. Ja. Kun je even in het kort, of in het kort, neem maar, ja, de tijd, want het is belangrijk. Het is leuk, ja, wat je doet. Nou ja, kijk, een hele tamboer die heeft een zorginstelling voor jongens met een autisme en een ontwikkelingsstoornis. En dat heeft hij nu 8 jaar. Heler en ik kennen elkaar al vanaf de Ajax-jeugd. En ook al, hij komt ook uit Bussum, dus daarvoor kennen we al. En we hebben altijd gezegd, we gaan samen wat starten. Ja. Het begon natuurlijk, we gaan een kroeg beginnen. Alleen we komen er langzamerhand achter dat we voor de bar beter zijn dan achter de bar. Ja. Dus ja, maar het idee hebben we wel gehouden. En hij is natuurlijk, ik ben gaan profvoetballen en hij is die zorginstelling gaan starten. En die jongens die hij nu begeleidt, die worden nu 16, 17. Alleen die moeten werken en begeleid werken en stage lopen. Alleen die plekken zijn er niet. Ja. Dus daar hebben wij gezegd, nou, wat kunnen we doen? Nou, we gaan het combineren. We zijn eerst bezig geweest, ik heb in huizen gekeken naar een haven. Maar dat werkte niet. En daarna een restaurant, maar ja, dat was gewoon te moeilijk. En toen dacht ik bij mezelf, ja, hoe kan je het beste doen? Ja, een indoor speeltuin. Ja, die kinderen kunnen dan les krijgen en les krijgen in hoe ze moeten werken. En daarna meteen in de praktijk brengen. En het belangrijkste is dat we structuur kunnen geven. En dat ze gewoon doen wat ze moeten doen. En ja, en wij willen dus een indoor speeltuin gaan beginnen die gerund wordt door jongens met een autisme en ontwikkelingsstoornis. Ja, maar daar zitten heel veel haken en ogen aan, hè? Aan zoiets opzetten. Met name, je sprak er al eens over de gemeente, doet nogal moeilijk. Ja, nou ja, daar zit je mee. Je hebt een grote ruimte nodig met parkeerplekken. En dan kom je meestal uit op een industrieterrein. Ja, en een industrieterrein met kinderen vullen, dat is geen goede combinatie. Nee. En ja, we zijn op zoek naar een plek. We hebben plekken gevonden. Alleen het heeft te maken met omgevingsvergunningen. En dan moet je wachten. En voetballers eigen geduld hebben we niet echt. Dus we willen altijd doorzetten. Maar het idee ligt het. Financieel, alles staat het gewoon in de stijgers. Ja. Dus als we ergens een akkoord krijgen, dan kunnen we knallen. Is daar een tijd aan verbonden dat je zegt van, duurt nog zo lang voordat we iets horen? Of kan dat morgen ook zijn? Of, ja, kan morgen ook zijn. Ja, morgen kan het zijn, maandag. We hebben het over gemeentes, hè? Ja. Dus je kan Nee, maandagochtend zijn ze vrij dan. Maar wat midden dan? Ja. Het zou zomaar kunnen. Dus het is echt gewoon, het staat helemaal klaar. Ja. Dat is het leuke. En het is spannend en ik krijg heel veel energie van. Ja. En dat had ik eigenlijk ook niet echt verwacht dat ik na mijn carrière iets daarin zou doen. Iets maatschappelijks en sociaal. En ja, ik kom heel vaak nu bij hem op het kantoor. En als je ziet van wat hun doen met kinderen, dat is echt geweldig. Ja. Er komen echt kinderen binnen die helemaal gesloten zijn en eigenlijk niet kunnen renderen in de maatschappij. En je komt een maand later en die lopen vrolijk en met contact met andere mensen. Ja, dan denk je, vriend, je doet echt wat goed. Ja. En dus heel knap. Mooi, ja. Is wat anders. Ik heb er lang genoeg over gezeurd tegen je, vorig jaar. Ja, klopt. ik moet zeggen, heel goed initiatief. Ja. Dat is toch denk ik altijd in mijn ogen ook de vergeten groep. Ja. Gehandicapte mensen, waarom niet? Dit ook. Ja, ik vind het alleen maar heel goed tot daar mensen ook aandacht aan besteden. Want het is gewoon een vergeten groep. Ja. En niet terecht. Nee, absoluut. Heel mooi, ja. Wij gaan even naar de prijsvraag. Het antwoord van vorige week, 2 weken terug moet ik zeggen, was Erik Schouten. En dat werd geraden door Maartje Aupers. En zij wint 2 wedstrijdkaarten voor de wedstrijd tegen Helmond Sport vrijdag. Ik hoop dat je nog wel komt, Maartje. Na afgelopen vrijdag, maar goed. We hebben ook weer een nieuwe prijsvraag, uiteraard. En die gaat over deze man, Jeroen Verhoeven. De vraag is simpel. Welke wedstrijd maakte hij zijn debuut voor FC Volendam? Dus welke wedstrijd maakte Jeroen Verhoeven zijn debuut voor FC Volendam? En 2 wedstrijdkaarten zijn er weer te winnen. Dit kun je allemaal sturen naar kees@rtvlove.nl. Kees wordt mede mogelijk gemaakt door slagerij J&J Rundekamp, Jan Smit BV, Smit Bokkum. Al 6 generaties en ruim 160 jaar het culinaire visitekaartje van Volendam. Pandora Intelligence, Finding the Narrative in Big Data en Vishandel Sier.